Hallo allemaal, welkom bij Flower Factor. Nou, zoals we weten is er een hoop gaande in Nederland en de rest van de wereld. Een hoop kinderen kunnen niet naar school, krijgen daardoor online les of krijgen thuisopdrachten. Maar er zijn ook genoeg kinderen die het leuk vinden om af en toe wat anders te doen. En vandaag heb ik twee enorme kanjes bij me, Joep en René. En zij gaan samen met mij wat laten zien wat je kan knutselen thuis met bloemen. En hoe we eigenlijk hele mooie dingen kunnen doen om misschien wel weg te geven aan iemand die een hart onder de riem heeft. Dus we gaan lekker starten. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Zeker weten. Wat gaan we doen? Wat zijn jullie ideeën? Want we hebben een mooie oasevorm, hè? Ja. Heb je al ideeën? Ja, ik heb wel een idee met een gedroogde appel. Ja. Die ik in het midden kan doen. Ja. En de bloem omheen. Nou, klinkt goed. En heb jij al ideeën? Nou, eigenlijk nog niet echt. Nog niet echt. Welke bloemen gaan we gebruiken? Zo doe ik. De chrysant. Oh ja. Ja, die. Chrysant. Ja. Sterk bloemetje. Dus dat is makkelijk werken en het blijft lang goed. Ja, dank je. Zo. Heb ik nu het hart al. Het hart van het hart heb ik weer een beetje gedecoreerd. Natuurtalenten. Je kan je creativiteit uiten. Ja. Ja, inderdaad. Alles maken wat je kan bedenken. En met kleuren werken en zo. Gewoon ja, leuk creatief bezig zijn vind ik wel heel leuk. Als je in de tuin niet kan vinden, dan doen. Nou, door in de tuin te kijken om voor leuke bloemetjes of dingetjes. En dan boeketje of iets te gaan maken. Nou, gewoon één tip. Eigenlijk gewoon je creatief erop losgaan. Creatief erop losgaan, dat vind ik een hele mooie. Ja, en inderdaad, in de tuin kun je heel veel materiaaltjes al vinden. Hè? Hey, en wat is nog meer iets wat kinderen goed moeten weten over bloemen? Nou, ik heb wel iets, denk ik. Dat je bijvoorbeeld, dit is een bloem, moet je hem goed schuin aansnijden. Het komt omdat het snijvlak groter is zodat, en het, daardoor kan het meer water opnemen. Zit ik het te zeggen en doe ik het zelf niet goed. Ik denk mijn moeder. Ja. En ik denk opa en oma. Opa en oma. Ja. Kijk. Ja, ik heb een mooi hart gemaakt. Met een hart in het hart. En ik heb er wat appels, gedroogde appels, met spelden omheen gedaan. Super. En dat was het zo'n beetje. Heel veel bloemen. Maar dat hoort erbij een bloemstukje. Precies. Nou, dit is die van mij. En ik heb, zeg maar, in het midden heb ik met licht. En dan doe ik steeds een hartje, zeg maar, eromheen. En dan met steeds om en om de kleuren. En dan leuk met dit houtje zo in het midden. En dan, ja, dit omheen. We hopen dat we jullie geïnspireerd hebben. En tot de volgende keer bij Flower Factor.